Nou, Nico die komt net uit Brabant, doet zijn veiligheidsschoenen aan. Nico, hoe lang heb je er aan gewerkt? Aan de hele assemblage? Aan heel de pomp? Ja. Wij zijn vorig jaar voor de vakantie begonnen, in augustus zal ik maar zeggen. Juli zijn wij begonnen en met de hakken over de sloot klaar. Ja. Echt tot vorige week vol erop gemoeten. Ja, want je hebt natuurlijk ook andere dingen te doen en andere gietijzeren zaken daar. Ja, want ik ben natuurlijk bij jou geweest, hè? Klopt. Ja. Nou, helemaal super. Techniek van binnen, wat zit erin? Er zit een geweldig binnenwerk in, echt. Ja. Super duurzaam en dat blijft honderden jaren goed. Maar alles geschikt voor drinkwater, ja. Dus we hebben wel de nieuwste techniek erin zitten. Dus ja. Het is op zich wel heel mooi. Ja. En het resultaat is ook navenant, zal ik maar zeggen. Het ziet er mooi uit. Ja, helemaal. We hebben dus de originele zwengelwerking hebben we na moeten bootsen. Ja. En dat is gewoon... Ja, wonderwel heel goed gelukt. Okay. Dus, is een beetje de eerste keer dat je deze techniek uitprobeert? Eigenlijk proef ik een beetje. Ja, in ieder geval met elektrische voeding wel. Ja. Dus we hebben behoorlijk moeten pionieren en moeten engineeren, maar we hebben wel een mooi stukje vakwerk. We gaan hem erin hijsen, Nico. Zo is het. Hans Verspeek, hoe is het gevoel nu? Kan ik het een beetje horen, je hart horen bonken? Ja, geweldig. Boem, ja, dat kun je wel, zeggen. Ja. Ja. Het was even spannend, maar hij staat er keurig netjes bij. Weet je niet? Ja. Ja, ik vind hem geweldig. Echt. Heb je nog kunnen slapen vannacht? Ja. Wat is nou het mooiste? Volgende week wordt hij onthuld, officieel. Deze week. Oh, ja. En, of is deze dag eigenlijk de leukste? Nou ja... Dit is wel spannender. Dit is spannender. Dit, hè? Want het is toch de vraag of het allemaal goed gaat. En, ja. Ik heb er twee veren onder gezet. Dan komt hij automatisch door de druk van de veer, komt die deksel los. Dan beschadigt hij niet elke keer als de deksel gaat. Oh ja, prima. Ja. Ze hebben goed werk geleverd, hè, in Brabant. Geweldig. Het is helemaal top. Helemaal top, echt waar. Nou, Peter, hij staat, hè? Ja, geweldig. Dat is een enorme resultaat. Hier hebben we naartoe gewerkt en naar uitgekeken. Ja, helemaal geweldig. Hij staat er fantastisch bij, alsof hij nooit weg is geweest. Ja, eigenlijk wel. Je hebt hem nooit in het echt gezien. Die gepatineerde rosetjes, hè? Wat vind jij van die kleur? Eerlijk zeggen. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, dat vind ik heel mooi. Moet het niet gewoon ook groen zijn? Mag ook groen zijn, ja. Maar in ieder geval, dit is wel de oorspronkelijke uitvoering. Okay. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, zeker. Dat is in ieder geval de steeds vanuit de ijzerrieterij, de Prins van Oranje uit Den Haag. Die bracht die pomp uit op deze manier. Maar je kon ook nog kiezen voor de bovenste vakken, ook gevuld met rosetten. En de onderste ook. Dacht er maar aan hoeveel geld je had. Dus die hadden ook al in 1898, dit is het marketing er ook al op los. Hij staat nu over enige dagen. Zeg even welke dag gaan we hier de opening verrichten? Ja, op vrijdagmiddag 27 april dan gaat burgemeester Leemhuis Stout samen met Hans Verspeek gaan ze de pomp onthullen. En we nodigen iedereen uit om hier om 2 uur aanwezig te zijn. Groot feest! Groot feest! Het is nu al begonnen. Dat is nu al begonnen. Verleden week hebben we de pomp is al neergezet. Vandaag wordt die door burgemeester Leemhuis Stout geopend. Hier zijn we bij het Schephuis. Wat is hier gebeurd? Hier in het Schephuis is net een presentatie geweest van Luc Knapen. Ja. Luc Knapen is ook een nazaat. Zijn overgrootvader was ook Kobus Verspeek. Ja. Die hier in Ketel onder andere de Verspeekpomp heeft gerealiseerd. Ja. Want daar gaat het allemaal om. Even voor de mensen, we hebben al eerder een keer een uitzending aangeweid, maar voor de mensen die dat niet gezien hebben. De Verspeekpomp is hier geweest vroeger en is weg geweest. Heel kort, in een minuutje, hoe zat dat in elkaar?
Nou, in 1898 is die verspeekpomp in het dorp gekomen. Op initiatief van Kobus Verspeek. Ja. Dat was een gemeenteraadslid. Die vond het belangrijk dat er beter drinkwater kwam in het dorp. Mensen dronken gewoon water uit de slootjes en zo. Drinkwaterleiding was er niet. Dus hij heeft een eigen waterleidingssysteem gecreëerd. Heeft die pomp gerealiseerd in het dorp. Maar heeft een hele lange buis aangelegd vanaf de poldervaart. 725 meter lang naar de pomp. Dus wat gingen de mensen drinken? Water uit de poldervaart. Ja, maar dat is allicht schoner dan uit de sloot. Dat was wel een stuk schoner. Ja. Want die mondde ook uit op de Schie en op de waterweg. Zeg maar. Op een gegeven moment ging de pomp weg. Neem aan oorlogsomstandigheden, omgesmolten tot kanonnen. Was dat zo simpel? Zo simpel zou het kunnen zijn. Je was ook in een heel andere tijd. Je zat vlak voor de Eerste Wereldoorlog. En ja, hecht men ook niet zo'n belang aan dit soort dingen. Ja. Maar ja, men had ook niet zo het idee van dat het een monumentale pomp was. Ja. Met cultuurhistorische waarde. Ja. Op een gegeven moment hebben jullie gezegd van, we hebben die pomp alleen maar op wat ansichtkaarten gezien. Een paar ansichtkaarten. Hij moet weer terug. En toen zijn jullie initiatief begonnen. Hoe ging dat ook in het kort? Nou, ik ben 5 jaar geleden ben ik de verspeekpomp op het spoor gekomen. Door een oude ansichtkaart die ik kreeg uit de nalatenschap van de dorpskapper. Ja. Dat was Piet van Beurden. En ja, die lag maanden op mijn bureau. Totdat ik ineens die kaart oppak. En, toen dacht je, jeetje, er staat ineens een pomp. Zag je dat voor het eerst? Ja, maar dan moet je... Ja, je gaat ineens zeg maar in oud archiefmateriaal duiken. In een oude encyclopedie. Ja. Dan zoek je iets op over oude dorpspompen. En ja, toen kwam ik een spoor te pakken. Ja. En wist ik dat de pomp gegoten was bij ijzergieterij de Prins van Oranje in Den Haag. Ik kom hier een meneer tegen. Die komt op de verspeekpomp af, hè? Ja, zeker. Want ik ben wel geen ketelaar, maar mijn voorouders wel. Okay. En ik weet dat hij hier gezet is. Dus ik wil Heeft hij hem ook ooit vroeger als kind hier zien staan? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee hoor. Want ik ben wel zoals 87, maar dat zegt niks. Oké, toen was hij al weg. Dames, hoe vindt u het? Dat de verspeekpomp weer terug is? Geweldig. Ja, hè? Ja, want dat is toch nostalgie van vroeger. Ja, het is echt... En daar houden ketellappers van, hè, van nostalgie. Ja, nee ook. Ik ben van het Windas. En dat is een heel klein gehuchtje daar bij de Kerklaan. Oh, wat woont die mooi. Ja, het is geweldig. Alleen ons geboortehuisje, ja. Het staat helaas op instorten. Gaat beginnen. Ja. Bij de onthulling van de verspeekpomp. Zelfs de jonge generatie is aanwezig. Ja, die verspeekpomp die hebben we natuurlijk vroeger helemaal niet gezien. De meeste mensen hier niet, hè. Hoe vind jij het dat hij er weer is? Ja, hartstikke leuk. Ja. Alleen maar dat? Ja. Plannen zijn gemaakt, maar spoedig van de baan geraakt. Wat hielp toch al dit plannen maken, zonder tot een stad te raken? Dit kon toch immers niet beduien, daar enig het steeds verbruien. Hun vuilnis alsmaar blijven struien, in het water van de Kerkelaan. Nee, lang kon dat zo niet gaan. Drinken was er ook niet voor aan, en voor het gebruik ook niets gedaan. Maar wat nu ieders aandacht trekt, Verspeek die vraagt het door direct. Hij toont hun tekening en bestek, en geeft zich op als architect. Een opzichter zou hij niet dulden, als hij dat postje eens vervulde. Dan nam hij op zich alle schulden, en kostte 1200 gulden. Hier was men gaar mee uitgepraat, en ieder was hier meegebaat. Geen wonder dat de hele raad het verder aan hem overlaat. Het plan ging goud op daden rijpen. Een grote pomp daar aangebracht, is voor ons dorp een ware pracht. De zwengel hangt in ieders macht, beweegt zich bij geringe kracht. Ja, toen de pomp werd ingewijd en daar begon de plechtigheid. De heer Verspeek, hij pompte even. Als men de pomp zag water geven, werd toen luid hoera geheven. Men riep, Verspeek, lang zal hij leven. De burgemeester nam nu het woord.
Hij vond hier alles zo akkoord. Daar het al tot het nuttigste woord. Hij feliciteert ons enzovoort. Gij moet het, zegt hij, niet vergeten. Hoe dat verspeek zich heeft gekweten. Hij doet aan alle burgers weten. Deze pomp zal voort een verspeekpomp heten. Water wat je ooit gedronken hebt, denk ik. Hè? Dit is het lekkerste water dat ik ooit gedronken heb. In ketel staat een pomp. In ketel staat een pomp. En in ketel staat een pomp, ja ja. Maar je tingela, dingela, opsasa. In ketel staat een pomp. In ketel staat een pomp. En die pomp die zei... Ik zou het niet weten. Verspeek. En die pomp... Die heet Verspeek. En die pomp... Die heet Verspeek. En die pomp... Die heet Verspeek. En die pomp... En die pomp die heet... Verspeek een pomp en een tingela op zijn staart. En die pomp die heet... Verspeek. En die pomp die heet Verspeek. In ketel staat een pomp, ja ja, van je singela, singela, hop, sa, sa. In ketel staat een pomp, in ketel staat een pomp. Sta ik bij Hans Verspeek, de pompstater. Stichting opgeheven nu? Nee, nog niet. Nog niet. We moeten nog afronden natuurlijk. Ja. En ik weet niet of die dan wel opgeheven wordt. Dat moet nog blijken. Misschien gaan we nog wel andere activiteiten verzinnen. Ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Juist. Zo kon je het wel zien. Ja. Hans Verspeek, succes met de pomp voor je eigen deur en geniet ervan. Ja, doe ik. Zeker. Dat kon je van overtuigd zijn. Dank je.